Iedereen wil graag worden uitgedaagd om wereldkampioen te zijn binnen de beste versie van zichzelf. En wat heel belangrijk is, binnen zijn eigen mogelijkheden. En ik denk, als mensen dat voelen, dan gaan ze ook groeien ook. Hey, hallo, welkom bij Ondernemerspraat. In deze podcastreeks op ondernemerspraat.be delen we boeiende en inzichtelijke verhalen voor en door ondernemers. In de vorige podcast hebben we het onder andere al gehad over een high-performance cultuur. En daar hoort natuurlijk het woordje uitdagen bij. Daar wil ik het over hebben in onze Creatic Lounge met Rob. Rob, zaakvoerder van Creatic. Samen met Dominique, sport- en bedrijfscoach op Corodo. Ja, heren, uitdagen, wat een woord. Maar waar staat dat voor volgens jullie? Rob, laat ik met jou beginnen. Uitdagen. Ja, ik denk in de creatieve sector waar wij zitten. Je kunt niet creatief zijn als je niet uitgedaagd wordt en als je elkaar niet uitdaagt. Anderzijds zitten we ook in een hele technologische branche. Dus dat is eigenlijk een hele externe uitdaging voor ons en het team om toch continu, ja, de laatste nieuwe functionaliteiten optimaal te benutten. En dus wij worden eigenlijk continu ook uitgedaagd. Maar ik denk bij elke onderneming dat je continu uitgedaagd wordt. Hè. En dus ik denk dat de uitdagen, dat je daar voor een gedeelte als bedrijf zelf kunt faciliteren in een team. Ik denk dat een goed team dat ook vraagt. Ik merk het heel erg, zeker als we bij ons nieuwe potentiële medewerkers komen solliciteren. Heel vaak is dat ook hetgeen wat ze in hun huidige job op een of andere manier missen, die uitdaging. Ik denk mensen die elke dag willen groeien als mensen, als performer, dat die ook wel op zoek gaan naar die uitdaging. Dat die ook uitgedaagd willen worden. Dus ik denk dat dat eigenlijk een hele belangrijke is om daar als bedrijf, en zeker met je bedrijfscultuur, ook gewoon heel erg bewust van bezig te zijn. Ik vond ook straf dat je dat aanhaalt van die technologie, want je bent zelf een KMO, je begeleidt vooral KMO's. Ja. Die technologie is voor hun belang. Die KMO's, jouw klanten, die staan ook voor dezelfde uitdagingen. Dus jij spreekt uit eigen ervaring en je hebt daarvoor ook hulp van een professionele coach, Dominique. Je bent sportcoach en bedrijfscoach. Ja, klopt. Ik hoor hier het woordje uitdagen. Dat is ook iets wat je natuurlijk met sporters doet. Ja, absoluut. Zowel bij sporters, maar ook op de werkvloer, waar we dan spreken over een performancecultuur. Ik denk dat het gaat om, iedereen wil graag uitgedaagd worden om het maximaal uit zijn potentieel te halen. Om het dan, om het dan goed te benoemen. Iedereen wil graag worden uitgedaagd om wereldkampioen te zijn binnen de beste versie van zichzelf. En wat heel belangrijk is, binnen zijn eigen mogelijkheden. En ik denk, als mensen dat voelen, dan gaan ze ook groeien ook. Ja, die mogelijkheden, die grens, dat is heel belangrijk. Want hoe weet je op een gegeven moment dat je voor jouw collega's, voor sporters, niet te veel gaat, niet te ver gaat, niet te veel eist? Een dunne lijn misschien? Dat is inderdaad een dunne lijn. En dat begint dan ook weer met bewustzijn. Hè, van wie is die persoon die dat je gaat uitdagen? En die persoon moet ook heel goed weten wie dat hemzelf is. Die moet zijn mogelijkheden, zijn potentieel heel goed kennen, maar dat moet ook heel hard aan werken. Maar dat moet ook zijn beperktheden ook heel goed kennen. En dan pas kunnen beginnen uit te dagen. Dan pas kunnen beginnen te werken, want dan weet je persoon heel goed naar waar dat hem naartoe wilt gaan. Begrijp ik dan goed dat uitdagen ook iets is wat je openlijk op voorhand bespreekt? Ik denk dat wel. Ik denk dat jij daarvoor staat, Rob. Ik denk dat dat ook wel iets is waar echt ook wel in de sollicitatiesgesprekken veel aan bod komt. Van als je hier komt, dan alles start met een open mindset. Alles start met die grow mindset. Hè, van goed, ik denk dat je eigenlijk zelf eist. Van hier elke dag ga jij willen groeien als persoon. En daar gaan we mee aan de slag. En ik denk dat de mensen dat ook hier wel echt wel voelen. Ja. Ik denk dat we alles wel start met de juiste mensen wel in die cultuur te zetten. Ik denk dat daar eigenlijk alles mee start. Dus vanaf het moment dat wij mensen eigenlijk aanwerven, dan gaan we ook wel heel bewust op zoek naar mensen die echt wel die groeimindset hebben. Die gewoon van zijn eigen, gewoon willen groeien in een job. En die ook wel een bepaalde openheid hebben. Die ook wel gewoon er heel open in staan en die ook gewoon willen uitgedaagd worden.
En ik denk dat we dat hier ook heel vaak gewoon benoemen. Is van, maar als nu bijvoorbeeld het creatieve team, die heeft bijvoorbeeld een eerste brandvoorstel klaar. Dus een echt een, ja, een identiteit, de uitstraling van een bedrijf gecreëerd. En dan gaan we dat eigenlijk ja, in groep gaan we dat eigenlijk samen onder de loep nemen. En dan heel vaak is de eerste voorstel is gewoon al goed. Maar het kan altijd beter. En het is net eigenlijk in van zo'n project de laatste 15% of 20% van de tijd waarin zo'n project steekt, dan maakt dat brand echt wel er, ja, eruit gaat springen. Dus echt wel die laatste sessie waar we eigenlijk elkaar gaan uitdagen en dat we echt wel gaan zeggen van kijk, we gaan al hetgeen wat we gemaakt hebben op zich al goed is, gaan we dus extra in vraag stellen. Dat maakt dan wel dat er echt wel topwerk uit kan komen. Ja, maar dat is ook zo. Het is echt zo op zoek gaan naar die kleine aanpassingen die een heel groot verschil maken. En dat is in een sport ook. Hè. Op een bepaald moment, een topsporter, ja, die zijn al zo hard getraind en die hebben al zoveel dingen gedaan. Dus dan komt het net op neer om naar die kleine details te gaan. Hè, die echt wel het groot verschil maken. En ze daar ook van bewust maken. Want het zit in die kleine dingen hè, waar je het verschil kunt gaan maken. Ja, die bewustwording is wel belangrijk, want anders kan uitdagend al snel veel eisend worden, toch? Een hele goeie. Ja. Heel goed zo, ja, klopt. Andersom, denk ik. Ja, Rob, ik heb ook het gevoel dat jij in een open cultuur ook openstaat voor feedback van jouw collega's naar jou toe. Hoe belangrijk is dat in uitdagen? Ja, ik denk dat dat eigenlijk alles start. Want als een zaakvoerder het voorbeeld geeft van, kijk, ik laat mij ook uitdagen. Hè, en ik verwacht dat ook van mijn medewerkers. Maar jullie zien ook openlijk dat ik met mensen werk die mij ook uitdagen. Ja, dan gaan de andere mensen gewoon mee. Hè, van, het is leading by example. En ja, dat maakt wel het verschil. Dat is ook zo. Dat is waar wat je zegt. Dat klopt. Hè. Mm-hmm. Hè, dat is waar je ook voor staat. Erop. Je laat je gewoon ook constant uitdagen. Dat zit in je DNA gewoon heel hard. Hè. Ik zei het daarnet ook van, goed, Rob komt vanuit de karate-sport. En ik heb hem vorig jaar op een mastermind, was de laatste dag, hadden we een verrassing, oké, want hij spart een band, denk ik toch, Rob. Ja, ja. En dan ging hij karate doen met zijn buddy, maar ook met zijn vroegere karate-lerares. En mij was dat echt heel hard opgevallen. Ik had het nog nooit niet gezien. Ik vond het ook fantastisch hoe die skills er nog in zaten. Maar, hè, want met Patrick was dat, was uw beste kameraad. Die gingen in duel, maar die daagden elkaar wel serieus uit. Als keigoede vrienden, maar tegelijkertijd ondersteunden ze elkaar wel. En toen is, is bij mij mijn bewustmaking gekomen. Vandaar dat Rob daar eigenlijk wel heel hard mee bezig is. Van oké, van het gecontroleerd uitdagen om elkaar beter te maken. En ja, het zit echt wel in DNA hier. Ja. Rob, geef ons een voorbeeld van hoe dat jij met jouw creatief team binnen Quedic aan uitdagingen hebt gewerkt. Ik denk dat het belangrijkste is, je kunt pas uitdagen als je ook wel ondersteunt. Dus je kunt bijvoorbeeld als projectmanager, is het heel belangrijk om een team uit te dagen. En oké, er ligt een eerste voorstel op tafel en het moet gewoon een sport zijn van kijk, hoe kunnen we dat nog beter maken? Maar je kunt niet zeggen van oké, dit vind ik niet goed genoeg en weglopen. Dan voelt het team ook totaal geen betrokkenheid en dan gaat er ook niks beters uitkomen. Wordt heel moeilijk en dan krijg je ook echt wel een onveilige situatie op de werkvloer. Dus het is denk ik dat het heel belangrijk is om als je uitdaagt altijd heel bewust te doen en ook wel maximaal te ondersteunen. Dus ook wel heel duidelijk te benoemen, oké, waarom vinden bepaalde dingen nog niet goed genoeg? Wat verwacht je dan? Je hoeft niet het antwoord op tafel te leggen. Hè? Dat is net de kracht dat het team zelf eigenlijk het zoeken naar de oplossing. Maar die moeten wel het gevoel hebben van dat ze de juiste informatie krijgen. Dat ze ook weten, oké, waar gaan we nu mee aan de slag? En ook wel de ondersteuning voelen. Ik denk dat dat eigenlijk een hele belangrijke is. Dat ze eigenlijk voelen van oké, we gaan terug mee aan de slag. Maar we kunnen wel op elk moment weer feedback vragen. We kunnen elk moment weer de ondersteuning vragen. En daar hebben we afgelopen jaren intern ook nog heel veel in moeten leren. We hebben ook wel echt wel met vallen en opstaan. Zijn we er ook wel achter gekomen hoe belangrijk dat is. En is het ook belangrijk in deze War for Talent om de juiste mensen aan te trekken, in te zetten op die uitdagingen? Hoe communiceer je dat? Hoe pak je dat aan? Ja, ik denk dat wij dat als bedrijf al heel erg naar buiten brengen. Hè? Met onze employer branding, zoals we dat tegenwoordig mooi vertellen. Laten we eigenlijk al continu zien op onze social media kanalen. We hebben er verschillende blogs over geschreven. In onze communicatie laten wij continu zien dat we elkaar uitdagen. Dus dat we
inderdaad check-in momenten organiseren, dat we masterminds doen. Dus ik denk, dat merk ik ook wel, als mensen hier solliciteren, dat ze daar ook wel bewust voor kiezen. Dat ze ook wel bewust kiezen voor een omgeving die hun eigenlijk uitdaagt. En dat ze dan hopelijk ook wel hun talent ook wel verder kunnen ontwikkelen. Dus ik denk dat dat eigenlijk een hele belangrijke is, dat merken wij, om echt gewoon de goede mensen aan te kunnen spreken en ook wel te kunnen overtuigen. Mensen komen niet meer enkel voor hun loon. En een leuke werkomgeving en zo, dat speelt allemaal mee en dat is natuurlijk heel tof. Maar ik merk toch heel vaak dat het echt wel je op zoek gaat naar die uitdaging, die betrokkenheid, echt wel de kans om een eigen te ontwikkelen, dat dat heel vaak wel hetgeen is wat de mensen overtuigt. Ik denk dat jij dat ook kan bevestigen, hè, Dominique? Ja, dat is ook zo. Dat is absoluut. Ik kan dat niet meer bevestigen, inderdaad. Ja. Waar moeten we voor opletten als we mensen, collega's, gaan uitdagen? Nee, dat jij het gezegd hebt daarnet. Hè. Hoe zeg ik het nu weer heel mooi? je zet het heel mooi. Dat uitdagen waar de grens ligt tussen uitdagend of veeleisend zijn. Ja, veeleisend. Hè. Want op een bepaald moment, als je blijft uitdagen, zoals Rob daarnet zei, en je toont geen betrokkenheid of je loopt gewoon weg, dan komt het niet goed. Dus je moet wel constant die betrokkenheid aantonen. Hè. Die moet er gewoon constant zijn. En dat is ook voor een stukje speel met ritme. Want dat is ook een hele belangrijke. We gaan er nu niet dieper op ingaan op het woordje ritme, maar wel heel bewust weten van oké, goed, welke intonatie gebruiken, welke lichaamstaal gebruiken je, hoe verbind jij op dat moment, hoe is je menselijke relatie als je iemand uitdaagt. Dat zijn wel allemaal heel... Hoe communiceer je? Dat zijn allemaal heel belangrijke facetten onder het woordje van uitdagen. Ja. En dus ook face-to-face? Of mag je ook uitdagen per e-mail? Persoonlijk vind ik het heel belangrijk face-to-face. Ik denk niet dat we kunnen uitdagen per mail of per sms, want dat heeft totaal geen zin. Dan bereikt altijd tegenovergestelde. Als je iemand uitdaagt, is het altijd in een heel goede connectie, gewoon in een menselijke verbinding. Anders pakt dat gewoon niet. Dus dat is wel een heel belangrijk. Ja, in de sport is dat ook zo. Hè? Van, je kunt niet op een terrein, is het altijd vanuit die menselijke verbinding dat je andere mensen kunt beter maken. Ja. Als we het hebben over bedrijfsvoering op zich, ondernemers hebben ook heel wat uitdagingen. Hè? We hadden het net al over employer branding in deze War for Talent. Waar liggen nog jouw uitdagingen, vind je? Ja, ik denk dat er geen één dag als ondernemer voorbij gaat die geen uitdagingen hebt gehad. Hè? Dat maakt het denk ik ook net heel erg leuk om het... ondernemen bezig te zijn. En ik denk dat het eigenlijk net het interessante is van hoe meer uitdagingen dat er eigenlijk als ondernemer of als team op je afkomen. En je blijft eigenlijk een positieve mindset behouden. En je blijft eigenlijk creatief denken van kijk, hoe kunnen we eigenlijk nu deze uitdaging aangaan? Ik denk dat dat ook wel recht evenredig loopt met wel het succes dat je kunt bereiken. Denk als ondernemer, maar ik denk ook zeker als team. Want we hebben nu eigenlijk net heel vaak gepraat over echt inhoudelijke zaken. Er ligt bijvoorbeeld een project op tafel en we gaan elkaar uitdagen om dat project beter te maken. Maar uitdagen gaat eigenlijk veel verder. Uitdagen, daar zit hem ook in van probeer een situatie te creëren dat bijvoorbeeld een medewerker of een collega eens een keer iets anders doet vanuit de uit de comfortzone gaat of eens een keer een verantwoordelijkheid neemt. Dus ik denk dat het ook wel heel belangrijk is dat er ook wel de ruimte moet zijn en dat iedereen ook wel gewoon voelt we mogen fouten maken. Uitdagingen aangaan zonder fouten te maken, dat gaat niet. En als ondernemer maak je elke dag en elke week fouten en daar leer je uit en dan maak je als ondernemer ook stappen zet. Maar in een team is dat ook gewoon heel belangrijk. Dat iedereen ook gewoon voelt van kijk, we mogen dingen proberen. Mogen dingen fout lopen, maar we gaan er wel alles aan doen die het fout geen tweede keer gebeurt. En dat is, denk ik, dat ook wel een hele belangrijke is. Pas als het team dat voelt, dan gaan ze ook die uitdaging aan. Maar ik denk dat je ook situaties creëert erop dat ze fouten maken. Hè? Mm-hmm. Je gaat soms bewust mensen fouten laten maken om ze te laten voelen wat er is gebeurd. En vandaar dat het vertrekt er soms. Hè. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel een heel belangrijke is. Omdat je daar, dat is ook weer die bewustmaking je kunt wel dingen zeggen, maar soms moeten mensen dingen laten voelen. En daar weet ik in het verleden dat je daar heel bewust mensen eigenlijk, zonder dat ze het weten eigenlijk, wel die fout laten maken. En van daaruit kon je dan vertrekken om het op een proces te versnellen. En dat is ook wel een heel belangrijke. Ja. Ja.
Een heel belangrijke. Denk ook wel weer heel bewust dat te doen. En het risico ook wel heel goed in te schatten. En kijken hoe ver staat een medewerker. Om dat ook wel op de juiste manier en op tijd ook wel weer te ondersteunen. Ja. En daar komt ook wel echt absoluut uw energie. Want daar hebben we nog niet over gehad. Dat is een heel belangrijke. Ook de energie dat je gebruikt om iemand te kunnen uitdagen. Om dan even het voorbeeld te geven vanuit de sport. Bijvoorbeeld op het basketbalterrein. Wat gebeurt er? Is dat daar... Je moet gooien naar de ring toe. Maar in een wedstrijd, de echte goede shotters of de echte scorers, die gaan soms de eerste 5 shots missen. En als je dan een coach hebt die onmiddellijk de spelers op de bank gaat brengen, ja, dan breng die uit het ritme. Goeie coaches of goede leiders laten die spelers gewoon staan en die gaan in connectie, die maken ook contact. En die blijven dat vertrouwen geven. Wat maakt dat die speler misschien 0 op 7 heeft gemist, 0 op 7 heeft gescoord, maar die achtste dat hem binnengooit, zorgt wel voor dat de wedstrijd wordt gewonnen. En dat is wel een heel belangrijk. En dat heeft alles te maken met wat voor energie dat je geeft, welke communicatie. Zeker die non-verbale communicatie en het uitdagen is enorm belangrijk. En dat is hier, denk ik, op de werkvloer net hetzelfde. Ja. Ja. Hoe moeilijk is het om tussen al die verschillende individuen die ieder hun uitdagingen nodig hebben, zoeken, hebben, ja, om daar één geheel van te maken? Ik denk dat dat een grote kunst is. En dat heb ik ook wel gemerkt. Hè. Als we nou kijken, 3 jaar geleden, toen waren we hier met 3-4 mensen. En naarmate dat team aan het groeien is, dan ja, als leider... wordt het ook wel steeds intenser om eigenlijk heel individueel in te schatten van kijk, hoe ver staat iedereen? Welke stap heeft iemand ook weer nodig om weer verder te ontwikkelen, om ook weer die uitdaging te krijgen? Dus ik denk dat dat de grootste kunst is, om daar gewoon heel individueel toch heel bewust mee bezig te zijn, de juiste aandacht te geven. En ik denk dat ook een belangrijke is, daar heb ik ook wel, ja, ook wel moeten leren, echt wel afgelopen jaren. Vanaf het moment dat je als ondernemer toch wel je team wilt gaan uitdagen, dat je dan ook ergens moet accepteren dat dat ook wel gevolgen heeft. Hè? Want je gaat als organisatie en als structuur, organisatiestructuur, ga je ook wel deels uit de comfortzone. En ik zeg dan altijd van, kijk, als het groeit, dan kraakt het. Maar je moet wel opletten dat het niet gaat barsten. En ik denk dat wel een hele belangrijke is. Het is niet de gemakkelijke weg om uit te dagen. Maar ene keer als er die vibe in zit, en iedereen is ook gewoon, ik denk dat ook weer een kwestie is van, dan moeten we zoveel keer als team ervaren hebben. Dan weten we ook op een gegeven moment van, oké, we zijn nu de volgende stap aan het zetten. Er gaan dingen niet helemaal zoals we gepland hebben. Niet altijd meteen zoals we ze gewild hadden. Maar we weten wel, oké, nu zijn we aan het groeien en we zijn over een maand wel weer beter. Want jij sprak over individuele trainingen die je had, hè, in de basketbal. Basketbal is een team. Herken je vergelijkenissen? Ja, dat is net hetzelfde. Ik bedoel, ik geef inderdaad individuele trainingen met als doel om ze beter te doen laten functioneren binnen het team. Maar door die individuele trainingen worden ze veel bewuster van wie dat ze zijn, hoe dat hun lichaam is. Ze worden veel bewuster van hun identiteit, vanuit hun sterktes. En dan is de kunst om op een onbaatzuchtige manier binnen het team te kunnen gaan spelen om naar die hogere doelen te gaan. Ja. Op Dominique, onze luisteraars, ondernemers, hè, die heel geïnteresseerd zijn om te weten hoe zij als KMO hun team kunnen aansturen of als bedrijf, onderneming. Zo, welke tip? Wat kunnen ze vanaf het beluisteren van deze podcast doen om hun teamleden wat meer uit te dagen? Te triggeren misschien? Heb je daar alles over nagedacht? Ja, ik denk eerst en vooral echt wel zorgen voor veiligheid. Dat is 1. Echt wel zorgen ervoor dat mensen zich comfortabel voelen. En dat kunnen niet door een paar workshopsjes te doen. Dat kunnen alleen maar door elke dag met de mensen bezig te zijn. Want leiderschap of ondernemerschap, dat vraagt heel veel intensiteit. Hè. Coaching is intensiteit. Dus denk eraan dat een job is van elke dag, van 's morgens tot 's avonds. En zorg ervoor dat ze zich eerst comfortabel voelen. Zorg ervoor dat ze zich eerst goed voelen om comfortabele dingen te kunnen laten doen. Dus. Dat klopt, dat is een hele belangrijke les. En ik kan dat ook wel bevestigen. Ik denk dat ik ook wel kan zeggen dat ik de afgelopen jaren daar zelf ook wel de grootste groei heb moeten doormaken. Omdat ik als ondernemer ben gedreven, je wilt vooruit. En dat uitdagen op zich,
denk ik dat het op zich niet heel moeilijk is. Hè? Want als ondernemer daagden we eigen continu uit. Dus ik denk dat het op zich van natuur als ondernemer erin zit. Je wilt dat team ook meetrekken. Hè? En je wilt die ook betere dingen laten doen. En we willen mooiere dingen gaan maken. Dus ik denk op zich dat uitdagen bij elk ondernemer... ga je er echt wel gewoon de roots erin zetten. Maar wat ik echt wel heb moeten leren... is wel die veiligheid ook wel echt heel bewust creëren. En dan misschien zelfs nog meer aandacht geven... dan het uitdagen aan zich. Oké, wauw. Wat een inspirerend gesprek. Hè? Dus uitdagen moeten we doen, maar we moeten eerst zorgen voor veiligheid en een teamwork en iedereen laten groeien op zijn manier om dan toch elkaar ook wat uit te dagen. Jullie hebben mij alvast uitgedaagd met al jullie inspirerende boodschappen. Ik hoop natuurlijk onze kijkers en luisteraars ook. Dankjewel, hè, Rob en Dominique. Ja. Ik hoop inderdaad dat we jullie hebben kunnen uitdagen en dat jullie met concrete voorbeelden aan de slag kunnen om ook die uitdagingen voor te zetten in jouw bedrijf. Wil je nog meer te weten komen voor en door ondernemers en andere inspirerende verhalen horen? Blijf dan zeker kijken naar onze podcastreeks op ondernemerspraat.be. Tot snel!